Dan zijn er twee dingen die je kan doen. Je kan, uh, of, of meerdere dingen die je kan, je kan niks doen en dan loopt dat risico snel op in de loop van de tijd. Je kan dat risico verkleinen door je aan te passen. Dan verlaag je je risico en dat betekent dus dat je hetzelfde risiconiveau op een later tijdstip bereikt. Dan heb je dus meer tijd om je aan te passen. Maar je kan ook mitigeren, emissies reduceren, want als je emissies reduceert, wordt de temperatuurverandering kleiner en wordt dus. De zeespiegelstijging kleiner worden de risico's kleiner. Dus ten alle tijde zul je altijd alle twee moeten doen. Je kunt niet afwachten en, ja, nee, dat, dat zeker. en denken: van nou we gaan over 30 jaar, als we zeker weten dat het klimaatverandering is, zoals becijferen hoe groot die zeespiegelstijging is, dan is het te laat.